Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met een heel bijzonder iemand, namelijk Phoebe. En zij is een fotograaf, toch? Ja, klopt. Ja, en wij gaan dus vandaag een fotoshoot doen op Kootwijkerszand. En ik ken Phoebe. Margita gaat eventjes achter de trailer staan. Maar ik ken Phoebe van, ze heeft ook wel eens op wedstrijden foto's van mij gemaakt. Ja. En we zijn dus nu op Kootwijkerszand en Margita staat daarachter. Dus laten we snel beginnen, toch? Yes. Ik heb er heel veel zin in. Let's go. Nou, we zijn dus nu onderweg naar het Kootwijkerszand. Het is een heel klein paardje door het bos heen. En mijn moeder heeft Mo net een snoepje gegeven. Dus Mo loopt de hele tijd naar mijn moeder toe te strekken zoals nu. En Gentle is ook mee. Maar misschien kunnen we daar ook nog een leuke foto van maken. En we gaan eerst wat foto's ernaast maken. En daarna erop. En ik heb dus drie verschillende outfits bij me. Ik heb deze die ik nu aan heb. Dat is het Horse Clothes shirt en een broek van Horse Clothes. En ik heb ook nog mijn andere grijze broek meegenomen. En ik heb een jurkje mee, want ik zie altijd op Instagram zo van die foto's met jurkjes. En dat vind ik altijd zo ontzettend mooi. Dus dat wil ik ook proberen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En we gaan de foto's opmaken en ernaast. En ik mag dus zonder cap van mijn ouders. Normaal mag dat niet. Nu mag dat dus wel, omdat het een fotoshoot is. En we hebben ook een logeerlijn mee, zodat hij niet over heel Kootwijkerszand heen kan gaan, zeg maar. Dus nou ja, we gaan het wel zien en we zijn er bijna. Dus ik vind het best wel spannend, maar het komt vast goed, ja? Nou, we zijn nu op de plek waar we gaan beginnen zometeen. En Mojito is goed met zijn oren naar voren. En jij hebt je camera al ingesteld, toch? Ja, klopt. Ja, en mijn ouders zijn dus nog even spullen aan het halen, want ik was dus de touwhalster. Vergeten bij de auto, want we gaan eerst foto's ernaast maken en dan erop. Maar we gaan het allemaal nog zien. En nou ja, Mo heeft in ieder geval goed zijn oren naar voren de hele tijd. En Phoebe heeft ook nog paardengeluidjes op de telefoon, dus moet vast goed komen. Ja. En dan is het misschien mooi als je je hand, zeg maar, die op de touwhalster hebt, maar iets eronder, ja. Ja, top. We hebben dus net de actiefoto's van Mo rennend gemaakt en de portretfoto's. En denk je dat ze een beetje goed zijn geworden? Ja, ik heb net al een klein een beetje een paar fotootjes gezien en dat zag in ieder geval heel erg leuk uit. En nu ga ik er dus op en ik ga er dus zonder cap op en eigenlijk rijd ik dus nooit zonder cap. Dus maar ja, het zal vast wel goed komen. En ik heb eventjes een andere broek aangetrokken nu. En ja, nou dan gaan we wel zien wat er gaat doen, toch?
knokken voor de foto's naast. En ik ben op blote voeten, dus ik pas heel erg goed op dat die niet in de tenen staat. Want dat mag natuurlijk eigenlijk nooit. Maar ik vind het wel mooier voor de foto, net zoals met zonder cap op. Net de foto's met jurkje en de rijfoto's gingen, waren best lastig om te maken. Want Mo wilde niet goed naar me luisteren en ik wilde niet een hoofdstel in. Dus dat was best wel lastig voor jou, denk ik ook wel. En met het rijden, daar ging hij ontzettend hard een keertje. Maar die foto's zijn denk ik wel goed gelukt. Ja, absoluut. Ja, en dus we gaan nu nog even foto's ernaast maken in mijn jurkje. We hebben net ook een foto met Gentle en mijn zusje erbij gemaakt. En Mo die vindt het gras hier maar al te lekker. En we gaan nu nog even daarin om foto's te maken. Yes. Please can I walk you home? It's not a thing if you would rather walk alone. Everything about you turns me on. You're like the melody to my song. Net klaar met de fotoshoot en de laatste was bij een stukje hei en ik had een jurkje, die moest ik tot direct en toen moest Mo zeg maar met zijn hoofd naar mij, dus dat was best wel lastig, ja. Want hij wilde de hele tijd naar voren naar een plukje gras en als hij het dan deed, dan deed hij zijn oren niet naar voren, dus dat was best wel moeilijk, maar denk je dat het gelukt is? Ja, absoluut. En over het algemeen ging de fotoshoot best goed, hè? Ja. Foto's zijn heel cool geworden. Dus. Ja, en jij hebt ook een website, toch? Klopt. Die zal ik hieronder eventjes neerzetten. En ook een Instagram account en ook Facebook. Of... Ja, klopt. Allemaal, dus volg Vivi daarop eventjes. En wil je nou eventueel ook nog een fotoshoot, dan zal ik zeker bij haar zijn. Want ik heb net een paar foto's gezien en die zagen er heel erg leuk uit. En in deze video verwerk ik er ook nog een aantal. Dus ja, ben je benieuwd naar het eindresultaat? Haal dan ook mijn Instagram account in de gaten. En... Eén van de foto's, of meerdere, dat weet ik nog niet precies, ga ik gebruiken voor een poster. En die is te koop op Horse Event. Yes. En ben jij zelf ook op Horse Event? Heel misschien. Ah, oké. En daarna zijn ze natuurlijk ook nog te koop. Maar voor Horse Event zijn ze voor het eerst te koop. Dus hou Horse Event daar. Als je naar de toekomst komt, zeker eventjes bij mijn standje langs. Want daar zijn ook nog heel veel meer leuke dingen te koop. Maar daar ga ik verder nog niks over zeggen. Dus nou ja, en dat was dan de foto. Ik ga me nog eventjes omkleden, want ik ga zo weer naar de manege toe. En dan kan ik natuurlijk niet in mijn jurkje aankomen. Dus, maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Dus ik hoop dat jij het ook leuk vond, ja, om te doen. Ja, zeker. Ja, en dit is dan ook gelijk het einde van de video. Dus ik hoop dat ook jullie het leuk vonden om te zien. En wil jij nou nog de springvideo zien dat ik voor het eerst L rijd? Want die was echt heel bijzonder. Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Doei.